Mag ik u voorstellen aan deze knappe jongeman? Vorige week nog in de jungle van Suriname. En nu is hij hier. Kijk eens naar zijn prachtige en behouden huid. Zo zwart als deze jongen zag ik zelden. En ik mag het zeggen, want het is mijn eigen zoon. En behouden jungle? Wat zegt u nou? Ja, het is eigenlijk maar een kwartiertje vanaf het centrum, maar toch kom ik er bijna nooit. De Bijlmer, we zijn net uitgestapt op Bijlmer Arena. Wij gaan vandaag naar het Bijlmer Parktheater, want daar is een heel bijzonder theaterstuk, Woiski versus Woiski. En het gaat over een Surinaamse vader en zoon die in de jaren 30 naar Nederland kwamen. En er komt heel veel muziek in voor, want zij starten namelijk een nachtclub in Amsterdam. En het is allemaal gebaseerd op een boek Bruine Bonen en Kousenband. Hallo, wij komen voor Woiski versus Woiski. Misschien mag ik dat ik het geweldige muziek vind. Zo vrolijk en intens. Als je mij zou vragen, wil je een ticket naar Suriname? Ik zou meteen in mijn koffers pakken en gaan. Blij, moet nog even verwerken. Ja. Ik ook wel hoor. Het is best wel een heftig verhaal, maar heel... Ja, dus de hele vrolijke liedjes ook in, met een serieus onderwerp. Dus het confronteert je wel met een stuk geschiedenis van Nederland die, waar je eigenlijk natuurlijk in het dagelijks leven niet veel aan denkt. Zitten jullie aan het denken? Ja, zeker. Zeker. Er zitten meerdere lagen in. Voor mij was het heel interessant om te zien hoe de rol van de vader en zoon weer gespeeld werd en ja, wat ze daarin hebben gestopt, zeg maar. Dat was gewoon prachtig. Dit is Jip. Hallo allemaal. Hey. Horen jullie veel reacties na een voorstelling? Spreken jullie met bezoekers? Er zijn heel veel positieve reacties, ja. Het verhaal is ook zo pakkend. Iedereen, want muziek is heel vrolijk. Ja. En iedereen denkt, ja, hij is wel een vrolijke man, maar het verhaal erachter. Kijk, de Surinaamse gemeenschap terug op bijvoorbeeld Woiski en zijn zoon. Ik denk dat de Surinaamse gemeenschap wel heel trots is op hem. En ook iedereen kent zijn muziek en maar waar de meesten dus nog over verbaasd zijn, is wat er dus achter die deuren schuil ging. En dat verandert misschien ook wel weer hun blik. Dat ze denken van, oh, dus zo'n soort man was het. En zo was de verhouding tussen vader en zoon. Hoe belangrijk is het voor jullie om aan zo'n theaterstuk als dit mee te werken? Het vertelt natuurlijk een verhaal van immigranten. Ik bedoel, wij hebben allemaal vaders die volgens mij niet in Nederland zijn geboren, weet je wel. En die ooit hierheen zijn gekomen om op zoek naar een beter leven. Is voor mij persoonlijk en ik denk voor ons allemaal belangrijk om deel te nemen aan dit soort verhalen, omdat het ook ons verhaal is. Ik denk dat onze mensen, dat wit Nederland, zwart Nederland, alle kleuren, hier wat aan hebben.